Zoals je ziet, doet Lloyd zelf ook mee. En zorg zij ook voor een voorbeeld. Ze geeft een voorbeeld en laat zien wat de kinderen moeten doen. Dag hebben we natuurlijk ook een aantal sponsoren, anders dan was het natuurlijk nooit mogelijk geweest. Een van deze sponsoren is de Coop, de supermarkten. Zij zijn vandaag verantwoordelijk voor alle lunch en tussendoortjes voor de kinderen. Dus vooruit natuurlijk, dat is hartstikke goed. En lekkere koekjes. De eerste ronde van de clinic is ten einde. We gaan nu allemaal foto's maken met alle kinderen die mee hebben gedaan, superleuk. Ze mogen allemaal individueel op de foto van Lloyd, zoals jullie zien. Allemaal in de wachtrij. De leukste wedstrijd. Ik denk niet helemaal mee. Nou, denk ik niet. Oh, goed. Nou, meestal denk ik wel om de bronzen medaille. Dat was wel een bijzondere wedstrijd. Want ik denk dat we de zilveren medaille hadden, dan verlies je toch. En nu wonnen we wel echt die bronzen medaille. Dus dat was wel een hele mooie proef. Handballen. Handballen? Met wie ga je handballen? Lois Abbing. Vind je het spannend? Nee. Ja, we zijn dus op de clinic van Lois Abbing. Lois heeft ook wat mensen meegenomen om haar te helpen. Een daarvan is Wouter. En Wouter loopt nu bij mij weg, maar hij wil heel graag wel even in beeld hoor. Hij wil, ik vind het hartstikke leuk hoor. Graag. Vind je het leuk? Ik hartstikke leuk. Maar wat ben je aan het doen dan? Met een speedladder. Zijn we bezig met coördinatie. Oké. Okay. Dus dat is wel leuk. En lukt het een beetje? Zit er talent ertussen? Sommigen zeggen dat ze het heel goed kunnen, maar dat wordt ietsje moeilijker als we het daadwerkelijk gaan doen. Dus maar, sommigen zeggen van tevoren, ik kan het heel goed. Ja. En dan later blijkt toch van... daar moeten we nog maar even over hebben eigenlijk. Valt vies tegen. Ja, oké. Okay. Nou, dat klinkt herkenbaar. Ik hoor dat ook vaak, dat mensen dat zeggen. Dat ze denken dat ze er al heel goed in zijn. Ik was er vroeger ook niet heel goed in. Hoor. Wie gaat er winnen? Kom aan. Alles voor de winst. Wie hebben er gewoon even juichen, jongens? Juich, je hebt gewonnen. Wie is er aan het winnen? Je moet hem hebben. Je hebt hem nog niet. Kom op, doorgaan. Kom aan. Je hebt hem nog niet. Zet alles in. Heb je al gescoord? Ja, twee keer. Twee keer? Heel goed. Wat heb je geleerd? No pas. No pas? Ja. Oké. Dus agressief zijn en dan vol het doel ingaan. Dat is wat ik begreep. Of heb ik het helemaal fout? Als je een kans hebt bij je doel, ja? als je bij aan de cirkel staat, moet je ook gewoon 100% voor gaan. Okay, en tot nu toe, wat doe je dan? Je doet er niet heel 100%, je gaat er niet 100% voor? Nou, jawel, maar ik weet niet echt. Nu pas echt? Ja. Nu Loos heeft gezegd, okay, als je dan in de cirkel komt, ga je er echt 100% voor. Ja. En werkt dat nu? Ja. Mooi, leuk. Ik sta hier naast Lisanne, geloof ik. Ja. Want je hebt een mooi naamkaartje opgekregen. Ik zie jullie hier wat doen en achterin kun je dat daar wel een beetje zien, geloof ik. Volgens mij ben je bij een handbalkliniek, maar zijn jullie heel iets anders aan het doen hier? Ja. Wat zijn jullie hier nou precies aan het doen? Je moet voor de bal vechten. Je moet voor de bal vechten. En het lijkt mij een beetje op judo. Klopt dat? Nee, dat valt mee. Het valt mee? Ja. Wat vonden jullie ervan? Leuk. Wat hebben jullie geleerd? Veel. Wat vond je het allerleukst? Sprongschot. VS mannen. Doen jullie dat dan vaak? VS, maak jullie veel doelpunten daarmee? Nee? Ja, juichen ook! Hoe was het vandaag? Heel erg leuk. Lang, een lange dag. Maar ik denk wel echt heel veel talent gezien ook. En vooral heel veel plezier. Zo. Ja, absoluut. Het was echt, ik denk iedereen was heel enthousiast.
leuke vragen. Ze deden heel veel met de tips, dus ik denk dat het Heb ik nog één vraag, want dat had ik beloofd in de Instagram. Wilde je als kind al handbalster worden? En wat was je antwoord daarop? Ja, natuurlijk. Oké, top. Dan kan ik dat doorspelen. Wat vond je het leukste van vandaag? Ik moet zeggen, ik vind het natuurlijk leuk als we die handbaldingen doen. Maar ik moet zeggen dat de vragen ook wel heel erg leuk waren. En dat je vooral kan zien dat het heel erg leeft. En iedereen kijkt naar de tv. Iedereen kijkt ook naar de tv-shows waar we in zitten. Ja. En ik denk dat dat wel echt leuk was om te zien. En nu je klaar bent, waar heb je nu het meest zin in? Bitterballen. Nou, dan gaan we snel naar de bitterballen. Top, we gaan bitterballen eten. Gaan we doen.